Tonnen oude documenten waarvan het niet de bedoeling is dat ze in verkeerde handen komen. Veel bedrijven en instellingen moeten ze op een verantwoorde manier kwijt. Gewoon met oud papier meegeven is er niet bij. Rijswolf in Scheemda is samen met de drie andere vestigingen een van de grootste bedrijven in archiefvernietiging van Nederland. Die positie is met een felbegeerde orde van het Rijk behoorlijk versterkt. De order is binnengehaald via een aanbesteding. Ja, dat kan ik inderdaad bevestigen. Wij hebben onlangs de aanbesteding van de domeinen gewonnen. Wat inhoudt dat wij de inzameling en verwerking van vertrouwelijke papieren, karton, cartridges en andere datadragers gaan verzorgen voor de ministeries. Hoeveel geld de order in het laadje brengt wil Potsen niet zeggen. Ook niet hoeveel werkgelegenheid het precies gaat opleveren. Samen met moederbedrijf Vierol, dat naast Rijswolf is gevestigd, werken er in Scheemda 115 mensen. Door de grote orde komt daar dus nog een aantal bij. Eén ding is wel duidelijk. Het betreft, even voor de beeldvorming, de grootste aanbesteding in onze branche die je in Nederland kan hebben. Archiefvernietiging lijkt simpel, maar het gaat om meer dan het aanzetten van de versnipperaar. Rijswolf verzamelt de meeste documenten via beveiligde containers die later worden opgehaald. Secret Service noemt het bedrijf het, met een knipoog naar het werk van geheime diensten. Via een gesloten systeem worden het uiteindelijk snippers die worden hergebruikt. Snippers zijn veilig. Nadat het bij ons uit het proces komt, zijn ze zeker niet meer te reconstrueren. Alleen dan begint natuurlijk ook een stuk recyclingproces erachter. Dan is er voor ons een grondstof en wordt het verkocht richting de tissue-industrie of papierindustrie om weer nieuwe wc-papier, keukenrollen, zakdoekjes van te maken. Natuurlijk heel belangrijk, duurzaam, om uiteindelijk weer opnieuw je oude bankpapieren of dossiers opnieuw te kunnen gebruiken. Morgen organiseert het bedrijf de zogeheten Nationale Snipperdag. Bij de vestiging in Scheemda kunnen particulieren dan gratis hun oude documenten verantwoord laten vernietigen.